Je betaalde je waterfacturen niet, je volgde het afbetalingsplan van de lokale adviescommissie niet, of je hield je niet aan de afgesproken voorwaarden. Daarom installeert de watergroep bij jou thuis een digitale watermeter met begrenzing. Je krijgt nu minder water. Hoeveel water krijg je dan nog? Het water stroomt veel trager dan anders, zodat je op een uurtijd vijf volle emmers kan vullen. Dat komt overeen met 50 liter water. Je krijgt nog genoeg water om je te wassen aan de lavabo. Je tanden te poetsen, te drinken en te koken. Dat is niet genoeg voor de was- of vaatwasmachine. Ook niet voor warm water van de boiler of voor een douche of bad. Je krijgt terug meer water als je gestart bent met een plan om je oude facturen af te betalen, je deze op tijd betaalt en je nieuwe facturen betaalt. In orde, stel dan aan de watergroep de vraag om de begrenzing stop te zetten. Zo komt er terug meer water uit je kraan.